Stichting De Gouden Lepel heeft afgelopen zaterdag tijdens hun jaarlijkse Feeding Day 200 schoolpakketten uitgedeeld aan hulpbehoevende kinderen. Het bleef niet alleen bij het verstrekken van de schoolspullen. In de kerkzaal van de nieuwe generatie gemeente Godsbazuin werden de kinderen en hun ouders op een bijzondere manier in de watten gelegd. Naast de materiële steun kregen ze ook spirituele kracht mee om het nieuwe schooljaar vol frisse energie te beginnen. Pastor Michael Blokland, voorzitter van de stichting, zei dat de COVID-crisis een impact had op de activiteiten van Feeding Day, maar dat de stichting nu weer met volle kracht de draad heeft opgepakt om hulp te bieden aan zij die het hard nodig hebben. De behoeftige mensen in de Surinaamse gemeenschap om hen zo te helpen. Stichting De Gouden Lepel is namelijk een sociale werkarm van de nieuwe generatie gemeente Godsbazuin. En wij willen iets doen voor de Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder ook de kinderen, zodat zij een goed schooljaar kunnen beginnen. De mensen worden vooraf gescreend en geregistreerd. Ze komen hier met hun ID-kaart en rapport van de kinderen. En ze worden gescreend en dan wordt hun naam genoteerd. En dan komt zo iemand in aanmerking voor zo'n schoolpakket. Pastor Blokland benadrukt dat de stichting met deze activiteit het belang van omzien naar elkaar wil onderstrepen. Met speciale aandacht voor de kinderen die het volk van morgen is. En hiermee willen we vooral ook de kinderen stimuleren om hun best te doen op school, om het schooljaar heel goed te beginnen. In ieder geval wil ik aan ieder bedanken die gedoneerd heeft, die gegeven heeft om dit project tot een succes te maken. En we hopen dat de Surinaamse samenleving ons verder zal ondersteunen hiermee. Naast de schoolpakketten kregen de hulpbehoevende kinderen tijdens de Feeding Day van Stichting De Gouden Lepel ook de kans om kleding uit te kiezen.